Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik Lossen. Hi. We mogen God in onze blote handjes laten knijpen dat het plastic zijn. Want deze materialen bieden ons mogelijkheden die andere materialen ons helemaal niet kunnen bieden. In de uitvoering en omgang van plastics, daar valt nog wel wat over te zeggen. Met name op het gebied van gezondheid en voeding. Daarom in deze aflevering de 2 beste plastics en de 3 slechtste. De 2 schone soorten, polypropeen en polyethyleen of polyethane. Ze zijn een beetje uitwisselbaar qua toepassingen. Ze lijken ook heel erg op elkaar. Ze zijn allebei niet te verlijmen en je komt ze heel veel tegen in allerlei bakjes en flesjes in de supermarkt. Voor allerlei toepassingen. Folie wordt in principe altijd gemaakt van polyethane. Dus ook dat huishoudfolie, je kent het wel. Plastic zakken, idem dito, polyethane. En beide soorten kun je niet lijmen. Dat is goed, want je moet er ergens lijmlopjes van maken. Op de bodem van verpakking kom je vaak de code tegen die je vertelt waar je mee te maken hebt. De 2 schoonste soorten. Pet met peren. Ik drink liever niet uit petflessen. Het is een hele mooie, heldere en sterke plastic. Dat is waar. Alleen de bouwstenen van deze polyethyleen phthalaat, de phthalaten, die gedragen zich als hormonen in ons lichaam. En ze komen langzaam uit het plastic en gaan in ons drinken zitten. En dat gaat extra hard wanneer zo'n fles in het zonnetje staat. Vandaar liever geen pet om uit te drinken. Voor droge toepassingen prima. Wat wel aardig is, is dat deze petflessen na de hand kunnen worden omgevormd tot vliesdraaien. De volgende kunststof is een hele mooie, maar voor voeding een hele slechte. Polycarbonaat. Je komt het tegen in cd's, omdat het mooi helder is. En in helmen en kogelvrij glas, omdat het oersterk is. In de keukenmachines worden ervan gemaakt. Plastic bekertjes voor op de camping. En babyflesjes. En dat laatste, dat was wat onhandig. Want uit deze kunststof komt een bouwsteen, bisphenol A, BPA, die migreert en in de voeding komt. Gedraagt zich wederom als hormoon. Vandaar dat er nu maatregelen getroffen worden. Maar laat je niet misleiden door BPA-vrij plastic. Want dan kan er rustig een nieuwe stof in zitten die er heel erg op lijkt, zoals BPS. Dat BPA, dat kom je ook tegen in epoxyhars, kassabonnetjes, waar erg veel van in zit, thermische vaxen en dergelijke, en de coating van blikjes. Wees daar dus terughoudend mee. Nou, dit is de ergste kunststof wat mij betreft qua gezondheid. Het wordt heel breed toegepast, want het is makkelijk te verwerken. Je hebt zowel zacht als hard PVC. Vinylchloride is de bouwsteen en dat is een hele ongezonde stof waarvan altijd nog een beetje achterblijft in de plastic en weer naar buiten komt, migreert. Dat gebeurt ook met weekmaker. Dat is bijna altijd een phthalaat, zoals dop, die komt ook naar buiten. Bij deze verlengkabel voor de USB is het zelfs zo dat hij vettig aanvoelt. Nou, dan weet je dat het naar buiten komt. PVC is wat moeilijker te herkennen aan codes, gezien de toepassingen. Maar je kunt wel de typische rubberbootgeur herkennen. Dat vertelt je dat je met PVC te maken hebt. Het vinyl op de vloer is ook gewoon PVC. Vinyl is PVC. Je hebt verder kunstleer, dat is ook PVC, aan de buitenkant dan. Schuim daaronder. De fineerlaagjes op veel meubilair, dat wittige bijvoorbeeld, dat is ook PVC. Dan heb je de PVC pijpjes voor riool of voor elektriciteit. Allemaal PVC. Wees voorzichtig, vooral wanneer je met kinderen te maken hebt,
Want ze krijgen die weekmaker allemaal aan hun vingertjes. En ze stoppen hun vingers in hun mond, ze eten ermee enzovoort. Daarom PVC, de nummer 1 aan ongezondste kunststof. Alternatieven voor plastic, die waren er natuurlijk nog. Zoals glas, steen en roestvrij staal. Drie schone verpakkingsmaterialen. Wie meer wil weten over kunststoffen, die kan het beste erin oefenen ze te herkennen. Daarvoor is er een recyclingcode. Ik zet een link daarnaar onder de clip. Daar zal dan ook een link staan naar een artikel dat ik heb geschreven over kunststoffen en gezondheid. Bedankt voor het kijken.